Wat we hier willen op deze zuivering is echt schoon water leveren aan het watersysteem. En dat doen we met de Pilot U-Sonic. Met ozon en ultrasoon samen proberen we het water schoon te maken, waarbij de medicijnresten en microverontreinigingen efficiënt verwijderd worden. Deze technologie komt uit de industrie en heeft ook al met zuiveringseffluenten gedraaid op een pilotschaal. Daar waren heel positieve resultaten, kwamen daar naar voren. Dus we zeiden, ja, dat zouden we bij STOA eigenlijk ook moeten onderzoeken. Nou, dit is hoe het werkt. We hebben het effluent van de zuivering. Dat gaat door een buis. En in die buis brengen we ultrasound in. We brengen ozon in. En we brengen nog een keer ultrasound in. Met de ozon verwijderen we de microverontreinigingen. Het ultrasound zorgt er eigenlijk voor dat het ozon veel efficiënter zijn werk kan doen. En uiteindelijk hebben we dan mooi schoon water voor op het oppervlaktewater. Wij zijn heel geïnteresseerd in U-Sonic, omdat het een combinatie van ozon-ultrasound is, waarmee er een lagere ozondosering nodig is, een betere prestatie wordt verwacht en er minder energie nodig is. Dus dat betekent dat de CO2-footprint lager uit kan komen dan bij een reguliere ozontechniek. En aanvullend van deze techniek is dat we naast de verwijdering van medicijnresten ook een desinfecterende werking hebben, waardoor de antibiotica-resistente bacteriën aanvullend verminderen. Nou, en daarnaast heb je met ozon een negatief bijeffect, dat is bromaatvorming, en we verwachten met deze techniek die kans te verkleinen.